En bij ons in de studio Chris Janssens van Vlaams Belang. Er lijkt wel een vloek te heersen op deze begroting, want er was een bommelding. Weet u meer over die bommelding? Wel, er is een melding binnengekomen, anoniem uiteraard. De melder zou Engels gesproken hebben met een aantal vreemde klanken in. En mogelijk is er een link met een evenement dat in de Schelp zou plaatsvinden. Een evenement georganiseerd voor of door de Koerdische gemeenschap. En mogelijk, ja, de situatie die ook daar explosief is op dit moment in Turkije, Syrië, heeft daarmee te maken. Het zou heel jammer zijn dat wij buitenlandse conflicten niet alleen in Vlaanderen, maar rechtstreeks hier in ons eigen parlement gaan importeren. Maar goed, de zitting is geschorst. Iedereen is technisch werkloos geworden. En de voorzitter heeft het zeker voor het onzekere genomen. Ja, ik denk op een moment als dat, als je een melding krijgt van er is mogelijk een bom in uw gebouw, dat je als voorzitter misschien wel uit voorzorg toch voor de veiligheid van alle mensen hier, zowel de parlementsleden als alle medewerkers en de journalisten uiteraard, toch zegt, we gaan schorsen en we gaan op een ander moment verder gaan. Ja. Oké. Goed, laten we dan naar de commissie gaan. Hè. De minister heeft eigenlijk helder gecommuniceerd, maar u zit nog met een aantal vragen. Dat bleek toch uit de tussenkomst. Wat is er niet duidelijk aan het credo iets minder meer geven? Want bijvoorbeeld, we geven u volgend jaar geen 110 miljoen euro, maar 108 miljoen euro. Dat lijkt mij toch zo klaar als een klontje. Wel, iedereen die politiek van heel nabij volgt of die begrotingen bestudeert, die zal ongetwijfeld met de minister van Begroting mee kunnen. Maar mensen die thuis gewoon naar het journaal kijken en de minister van Begroting horen zeggen, ja, het gaat allemaal wat minder zijn, het gaat niet hetzelfde zijn, het wordt iets minder meer. Oh, ik vind het zo'n omslachtige, onduidelijke communicatie, alleen maar om te verhullen dat men eigenlijk in de tessen van de mensen gaat zitten. Want dat is wat men doet. Kijk naar de woonbonus, kijk naar de duurdere dienstenchecks, kijk naar de kinderbijslag die men van sommige gezinnen gaat maar afnemen. Maar de Vlaamse regering kan toch moeilijk onheilspellende berichten de wereld insturen? Ik vind dat je als Vlaamse regering heel transparant moet zijn. Je werkt met het belastinggeld van de Vlamingen. Dat gaat over meer dan 40 miljard euro budget van de Vlaamse belastingbetaler waar deze Vlaamse regering mee aan de slag gaat. Wees dan tenminste ook duidelijk, wees consequent, wees transparant over wat je daarmee gaat doen. Ga je dat investeren in welzijn, in onderwijs? Prima, wij zullen dat steunen. Maar ga je besparen op de mensen? Over al die dingen die ik zojuist genoemd heb, zoals de woonbonus, die de voornaamste is in de besparingsmaatregelen, zoals ze nu voorliggen, wel, dan vind ik dat je ook daar heel duidelijk over moet communiceren. U zegt dat de woonbonus een besparing is, maar de regering zegt we nemen strikt genomen geen geld weg, men past minder bij. Ja, maar ik vind het ook geen goede communicatie. Men is naar de kiezer getrokken met verkiezingsprogramma's die heel duidelijk waren. De drie meerderheidspartijen, N-VA, CD&V, Open VLD, die hadden allemaal in hun programma staan. We gaan het verwerven van een eigendom gaan we ondersteunen. Wel, het belangrijkste instrument voor heel veel jonge kopers vooral is die woonbonus. Men telt zijn budget uit over de hele periode van de lening. Het hele kapitaal dat men heeft, neemt men rekenschouw. En als men dan gaat zeggen, ja, maar die woonbonus die voor een gemiddelde woning van 250.000 euro kan oplopen tot 40.000 euro, wel, dat is een heel stuk van uw kapitaal. En dus houden mensen daar rekening mee. Maar dat is geld dat men nooit heeft bezeten. Ja, maar er zijn ook mensen die op dit moment bijvoorbeeld een verkoopsovereenkomst lopende hebben. Die is getekend bij de notaris, maar de notariële akte is nog niet verleden, want dat gaat 2-3 maanden overheen. Wel, men zegt nu, die plannen zijn pas vorige week bekendgemaakt door de regering, en voor 31 december moet uw akte verleden zijn. Wel, voor heel veel mensen is dat gewoon onmogelijk. Voor heel veel notarissen die nu heel veel werk gaan krijgen de komende maanden om dat aan de lopende band te verwerken, wordt dat onmogelijk om dat nog voor het einde van dit jaar gestemd te krijgen, getekend te krijgen. U gelooft Jan Bon niet als hij zegt er zal niemand tussen de mazen van het net glippen, er zal niemand tussen twee stoelen vallen? Ik geloof dat niet, omdat dat praktisch niet uit te sluiten is. Ofwel ga je zeggen, het moment van de compromis is de referentiedatum, ofwel is dat het verleiden van de akte. Maar niet één van de twee zoals nu het geval is, want dan gaan er altijd mensen door de mazen van het net vallen. Maar wat ik vooral niet geloof, is het feit dat men zegt, de mensen gaan hier op termijn beter van worden. Dat is uiteraard niet het geval. Heel veel mensen hebben dat bedrag ingecalculeerd met de intentie om een woning te gaan kopen. We hadden nu eens iets waarmee we
het verwerven van eigendom konden ondersteunen, dat trouwens een heel goede remedie is tegen armoede, dat ook kan dienen als vierde pensioenpijler voor heel veel mensen in een land waar de pensioenen al zo laag zijn. Dat is zo belangrijk dat mensen eigendom kunnen verwerven en dat de Vlaamse regering dat nu moeilijker maakt voor mensen om een huis te kopen, vind ik zeer jammer. Maar iets waar u ongetwijfeld tevreden over zal zijn, is het feit dat de nieuwkomers zelf moeten betalen voor hun inburgeringscursus. Dat komt rechtstreeks uit het programma van Vlaams Belang, zo zegt Filip de Winter ook. Wel, het betalend maken van de inburgeringscursus is inderdaad iets wat in ons verkiezingsprogramma stond. Alleen bedoelden wij wel niet een peulschil, want de migrant moet 10% toch garm van het volledige budget betalen. De andere 90% is opnieuw voor de Vlaamse belastingbetaler. En zelfs, zegt de minister-president Jan Bon, indien de immigrant het niet kan betalen, ja, dan kan hij alsnog bij het OCMW terecht. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat was denk ik ook niet het signaal dat de kiezer heeft gegeven op 26 mei. Ik denk dat die kiezer gezegd heeft, wij zijn van mening dat immigranten die nog naar Vlaanderen zouden komen, dat die eerst gaan moeten bijdragen aan de sociale voorzieningen, alvorens daar rechten uit te kunnen putten. En ook het betalen van een inburgeringscursus in Nederland, in Duitsland, kan dat allemaal blijkbaar op eigen kosten door de immigrant. Hier in Vlaanderen is dat blijkbaar onmogelijk en blijven wij het OCMW van de wereld spelen. In onze buurlanden is het ook duurder, begrijp ik. In de buurlanden is het duurder en kan de immigrant daarvoor een lening aangaan. Bij de overheid, bij een bank, men kan daarvoor kiezen, maar hij moet zijn volledige cursus zelf betalen. En dat wordt hier in Vlaanderen alweer niet verwacht. U maakte ook een punt over welzijn. Wat is daar nog uw kritiek, uw voornaamste kritiek? Wel, we hebben 20.000 mensen op een wachtlijst staan voor een zorgnood. 20.000 mensen met een handicap die niet de nodige financiële ondersteuning krijgen. Wel, Ze geven wel een deel, hè? Ze passen wel een deel bij. Ja, er is een basisbudget waar een aantal mensen over kunnen beschikken, maar heel veel mensen hebben een zwaardere zorgnood en komen daar absoluut niet mee toe. En dus vind ik in een welvarende regio als Vlaanderen vind ik het ongehoord dat er mensen zijn die een zo grote zorgnood hebben die wij in de kou laten staan. Ik vind als je een budget hebt van 40 miljard euro, kijk dan in hemelsnaam in eerste instantie naar de mensen die het meest nodig hebben. En mensen met een handicap, denk ik dat we het allemaal over eens kunnen zijn, hebben echt wel die ondersteuning van de overheid nodig. En die krijgen ze niet, die blijven in de kou staan. Dus u gaat voor deze doelgroep in de komende legislatuur een lans breken, begrijp ik? Absoluut. Mensen met een handicap, maar heel de sociale sector, wij hebben daar met de verkiezingen ook heel hard op ingezet. Die sociale flank is iets wat we heel hard beklemtoond hebben. En ik denk dat dat voor een groot stuk ook aangeslagen is bij de kiezer. Dus we gaan inderdaad hetzelfde doen na de verkiezingen als wij ervoor hebben gezegd. En we gaan heel consequent pleiten voor meer investeringen in de sociale sector, in de welzijnssector. Goed, dat is duidelijk. Heeft u al meer info wanneer de commissie wordt voortgezet? Want die is nu onderbroken. Ja, de commissie zal donderdag om 10 uur verder gezet worden opnieuw in de commissiezaal hier in het Vlaams parlement. Oké, dat is goed. Dankjewel, Chris Janssens van Vlaams Belang. En ook donderdag zijn wij weer op post om 10 uur met Jan de Meulemeester. Tot dan.